De boodschap van Trefosa, pseudoniem voor Henry Frans de Sil, is nog niet begrepen door het gros van de samenleving, zegt president Chandrika Prasad Santokhi. Vanmorgen tijdens de herdenking van de 105e geboortedag van de dichter en schrijver benadrukte het staatshoofd dat het een bijzondere boodschap is en blijft om als Surinamer op te staan. Wat Suriname roept ons, waar en hoe wij hier ook vandaan kwamen. Wat wij moeten het land opbouwen. Maar in plaats hiervan zie ik toch personen die niet opbouwend zijn. Ik zie personen die nog verdeeldheid zaaien. Etnische verdeeldheid. Religieuze verdeeldheid. En verdeeldheid in standen en klassen. Wat niet de boodschap was van Henry de Sil. We zien nog steeds boze tongen die kwaad spreken. En ook haat zaaien tegen elkaar. Dat was niet de bedoeling van Henry de Sil. En we zien personen onvoldoende de boodschap van saamhorigheid en eenheid bevorderen. Dat is niet wat Henry gewild had. De dichter wilde dat wij als Suriname een natie moeten vormen. Het versterken van natiebinding is de kracht die wij in het land willen bereiken, meent de president. Op basis van die eenheid die hij zijn hele leven lang gepropageerd heeft. Daarom kan ik het niet genoeg blijven zeggen, maak dan wezen. Samen gaan wij ons geliefde Suriname redden. Samen moeten we de boodschap van Trefosa realiseren. Trefosa heeft deze boodschap willen overbrengen omdat hij enorm veel van Suriname heeft gehouden. Haar schoonheid als natuurgebied en bron van rust, maar ook van haar kleurrijke en hardwerkende en vredelievende bevolking. Wij moeten weer dat deze vredelievende en elkaar respecterende samenleving en bevolking, want heel ons leven tot de dood, visa fiti Israël. Dat is wat hij gewild had. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij sprak vanmorgen tijdens de herdenking van de 105e geboortedag van Trefosa, de schrijver van de Sranan tekst van het Surinaams volkslied.